tweede deel, ruimtelijke ontwikkeling, dat staat in dit deel centraal. En onze volgende keynote speaker is een beetje een rebel, mag ik zeggen. Hij neemt geen blad voor de mond. Hij heeft nogal ferme meningen over mobiliteit en het precaire evenwicht in de stad. Geen zwaar vrachtvervoer bijvoorbeeld in de Antwerpse binnenstad. Steden moeten weer naar het water durven kijken als oplossing. Boten vol bouwmaterialen in Gent, bierboten uit Utrecht, watertaxis in Amsterdam. Hij heeft voorbeelden te over. Deze man kijkt met open geest naar alle mogelijke initiatieven. Ideale gast dus voor dit symposium. Heel graag uw applaus voor professor Dirk Lauwers. Ja, goedenamiddag, voorzitter, dames en heren. Een eerste punt waar ik al wat minder rebels zal mogen zijn, is waarschijnlijk de tijdslimiet, de 20 minuten, de lijntjes waarbinnen ik zal moeten kleuren. Anderzijds was ik niet vertrouwd met het concept dat collega Van der Voorde heeft voorgesteld van het prikkelbeleid. Ik heb niet gewet om een fles en ik zal misschien ook iets moeilijker hebben om binnen de termijn te houden, maar ik hoop met u dat dat wel lukt. Wat ik wil doen is met u een aantal inzichten delen over ruimtelijke ontwikkeling, over de binnenvaart en vooral hoe door samenwerking, door het samengaan en het samendenken van die twee benaderingen, hoe die een toekomst kunnen hebben in Vlaanderen. Ik zal vertrekken bij een kort historisch overzicht. Wees gerust, ik ga dat heel kort houden. Ik wil het vooral hebben over veranderingen die zich aandienen in het mobiliteitsbeleid en in het ruimtelijk beleid in Europa, in Vlaanderen. En wil daarbij trachten te onderlijnen welke mogelijke rol de waterwegen daarbij kunnen hebben en dat die wel degelijk een echte ruggengraat voor Vlaanderen kunnen gaan vormen. Maar daarnaast wil ik ook wat denken rond een aantal innovaties, mogelijke innovaties dan, vanuit ruimtelijk invalshoek en welke allianties daarvoor nodig zijn en ook de vraag stellen wie daarbij de regie kan voeren. Als we terugkijken naar een redelijk ver verleden historisch, dan is het zo dat heel onze stedelijke ontwikkeling in Vlaanderen in feite geënt is op waterwegen, op rivieren en later op kanalen. Interstedelijk, maar ook binnen de steden. Er waren in de middeleeuwen en korte tijd daarna heel wat Venetiërs van het noorden. We vinden daar niet altijd veel van terug, maar in ieder geval heel ook het vervoer binnen steden is historisch heel sterk op vlieten en kanaaltjes gebaseerd geweest. Ongeveer rond 1850 is dan daar een heel sterke verandering in gekomen met de opkomst van de spoorwegen. Ongeveer een eeuw lang hebben de spoorwegen de eindplaats geweest voor niet alleen dus de basis geweest voor het vervoer, maar ook de eindplaats geweest voor ruimtelijke ontwikkeling. Denk onder andere aan de stationswijken, hier een voorbeeld van de stationswijk rond Mechelen. Denk ook aan heel de industriële ontwikkeling die voor een groot deel op die spoorwegen is gegroeid. Daarna dan, en dat is een periode die we nog wel allemaal hebben meegemaakt, in zijn geheel of toch voor minstens een groot deel, is er heel de enting gekomen van onze ruimtelijke ontwikkeling op de autowegen met, zoals hier aan Lokeren, heel grootschalige ontwikkelingen van de schaal van de vroegere stad zelf, van bedrijventerreinen, maar evengoed lintbebouwing, evengoed wat we noemen de ruimtelijke verneveling van gans Vlaanderen is de laatste 50 jaar gegroeid. Maar wat we uit dat verleden hebben geërfd is toch nog wel altijd dat heel dichte waterwegennet. Op Nederland na het dichtste waterwegennet in Europa. Collega Van der Voorde heeft een hele reeks indicatoren gegeven. Ik ga daar niet te fel op in. En waarschijnlijk kent u die cijfers, zoals u ze nu hier ziet, en de grafieken beter dan ik nog. Maar het is zo dat de laatste decennia de binnenvaart aan een remonte toe is. Dankzij modernisering van infrastructuur, dankzij ook nieuwe reguleringen, dankzij ook uiteraard een aantal initiatieven uit de markt.
is die binnenvaart, heeft die zich kunnen herstellen? Heeft die haar plek terug kunnen veroveren in de model split van Vlaanderen? En het is ook zo dat als je kijkt naar een aantal niches, de binnenvaart alles behalve marginaal is, maar zelfs de lead position heeft. Hè. Denk bijvoorbeeld de onderaanstaande cijfers van de haven van Gent, achterlandvervoer, aandeel binnenvaart ongeveer de helft. Dat heeft ook te maken met ruimtelijk beleid. Sinds het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is er wel terug aandacht voor waterwegen. Zij het dat, mijns inziens, dat vrij beperkt is gebleven. Het paradepaardje is daar natuurlijk het economisch netwerk Albertkanaal. Het enige ook dat echt heel duidelijk geafficheerd staat in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, dus daterend van 1997 reeds. En in de periode die daarop gevolgd is, is dat dan als een strategisch project, het zogenaamde ENA-project, uitgewerkt. En dat heeft geresulteerd tot en met in een aantal bodembestemmingen. Maar laat ons nu eens naar de toekomst kijken. Wat de mobiliteit betreft zijn er toch heel wat indicaties dat we echt in een totaal nieuwe koers aan het inslagen zijn. En dat heeft vooral te maken, zoals onder andere in het EU-beleid is verwoord in het white paper on transport, aan een aantal randvoorwaarden die opgesteld worden vanuit het milieu en met name vooral dan vanuit het klimaatbeleid. Een aantal doelstellingen zijn toch wel targets zijn toch wel heel sterk. Hè. Dus denk aan het feit dat men tegen 2030 op het vervoer van meer dan 300 kilometer afstand het aandeel van de zogenoemd duurzame modi, dus binnenvaart of waterwegen in het algemeen, en spoor tot 30% wil opdrijven. Dat is in ieder geval de target waar het beleid wil rond werken. Rond stedelijke mobiliteit is, als je zowel de wetenschappelijke literatuur en ook documenten van bijvoorbeeld Wereldbank, UN of ook van de EU leest, is de paradigma-shift die zich aandient nog veel sterker. Men wijst daarop op de nood aan een werkelijk totaal nieuwe mobiliteitscultuur, aan trendbreuken, aan andere koersen. En dus daar dient zich nog een veel sterkere verandering in. Om bijvoorbeeld het over de sector van de stedelijke logistiek te hebben. Daar is de ambitie bijvoorbeeld van de EU om tegen 2030 reeds, dat is overmorgen, een totaal CO2-vrije stedelijke logistiek te hebben. Dat is natuurlijk een fameuze verandering in wat er zich nu in onze steden voordoet. Enorme veranderingen, maar er is natuurlijk ook een heel grote taaiheid, een grote weerstand tegen die verandering. En de taaiheid van de ruimte, de weerstand tegen verandering die zich ruimtelijk voordoet, is misschien nog wel het sterkste. En denk dan met name aan het gebrek aan ruimte, zeker aan psychologische ruimte in Vlaanderen, om nieuwe infrastructuren aan te leggen. Zeker als die wat grootschalig zijn en zeker als die in een dicht bewoond gebied gesitueerd zijn. En uiteraard is het Oosterweel-project, waar de studies gestart zijn ongeveer 20 jaar geleden, in 1995. De eerste keuzes en beslissingen zijn toen genomen, 20 jaar geleden. En we zitten dus nu in een mogelijke nieuwe fase, maar dus in ieder geval een niet eenvoudig procesverloop met blokkages, met vertragingen. En de waterwegsector, de binnenvaart, heeft uiteraard ook wel een aantal voorbeelden waar dat geldt. Uit mijn ervaring in onder andere het internationale expertennetwerk NetLIPS, dat op EU-niveau een aantal TEN-T-projecten heeft geanalyseerd, leid ik toch af dat we echt naar een totaal nieuwe managementstijl moeten komen om processen rond infrastructuurontwikkeling, infrastructuurplanning, infrastructuurontwerp te gaan leiden. En dat we daar naar een nieuwe balans moeten komen tussen controle en interactie. Controle is er uiteraard nodig op budgetten, op technische elementen. Maar er is evengoed interactie nodig met de omgeving, met stakeholders, met betrokkenen uit de omgeving. Wat ook maakt dat communicatie die er enkel op gericht is in één richting, een bepaald projectconcept dat door technici als het beste wordt beschouwd, om dat te gaan verkopen aan bevolking, dat het risico dat zoiets mislukt enorm is. Dus het onderzoek leert dat aan. En enkel door een tweerichtingscommunicatie die meebrengt dat je in een projectconcept ook rekening houdt met inzichten en bekommernissen vanuit de omgeving. Als je die meeneemt in je ontwerp en in keuzes, dat zijn de processen die ook internationaal gezien
in onze westerse landen het meeste kans hebben op een vlot verloop. En dat is ook wat een teneur geweest, of dat heeft zeker ook meegespeeld in de commissie Sauwes en Berks rond de versnelling van maatschappelijk belangrijke processen, waar dus uiteraard op het procedurele sterk is ingegaan, maar waar men ook heeft vastgesteld dat dat niet voldoende is. Onderzoek aan de Universiteit Antwerpen leert dat ook, dat eigenlijk vertragingen voor een groot deel niet in de eerste plaats aan de procedure aan zich liggen, maar wel aan de aanvaardbaarheid van bepaalde concepten, aan politieke consensus en dergelijke. Wat meebrengt dat je dus ook rond die procesarchitectuur sterk moet nadenken. En misschien is even belangrijk als het eigenlijke decreet het feit dat bij de Vlaamse overheid nu een nieuwe routeplanner is ontwikkeld, die zal toegepast worden in een aantal pilootstudies en waarin de overheid in ieder geval zinnig is op een andere manier die processen te gaan managen. Dat wat mobiliteit en infrastructuur betreft, ook op vlak van ruimtelijke ontwikkeling, doen zich belangrijke veranderingen voor. Het ruimtestructuurplan Vlaanderen is nu ook ongeveer een 20-tal jaar oud. Daar zit toch ook duidelijk slijtage op. En men werkt nu, de vorige minister is gestart en minister Schouwvliegen is dat nu aan het afronden, aan een proces van nieuwe beleidsplanning op niveau Vlaanderen. Ik heb zelf deelgenomen aan een expertenwerkgroep die daarbij kritisch reflecteert. En die nagaat en nadenkt over welk transitiemanagement nodig is, ruimtelijk transitiemanagement, rond sleutelkwesties voor het beleid. De mobiliteitsknoop is daar uiteraard een van de beschouwde kwesties. Maar wat mij toch wel opvalt, en ten dele pleit ik daar ook schuldig in, is dat de binnenvaart momenteel minder in beeld komt bij de beleidsvorming dan bijvoorbeeld de spoorwegen. Want bij de spoorwegen heb je het zogenaamde transit-oriented development concept, wat met name in Verenigde Staten ontwikkeld, maar ook heel sterk gevolgd wordt in Nederland en Frankrijk momenteel, waarbij men ruimtelijke ontwikkelingen heel sterk endt op knopen van openbaar vervoer. Ik denk dat dit een zeer leerzame basis vormt, ook voor de binnenvaartwegen. Succesfactoren daarbij zijn zeker geweest heel duidelijke ruimtelijke concepten, heel duidelijke vervoersconcepten en samenwerkingsmodellen tussen overheid, bedrijfsleven, met name dan de projectontwikkelaars, maar ook met de civiele maatschappij, buurtverenigingen en dergelijke. En dat is wat de dominante in het wetenschappelijke discours momenteel rond ruimtelijke ontwikkeling stelt heel duidelijk dat je moet vertrekken naar een nieuwe stijl van governance, dat de old-school planning, waarbij vanuit de overheid centraal, top-down, plannen werden gemaakt, dat die tijd voorbij is en dat er moet gekomen worden tot co-creatie, tot het samenwerken aan projecten, aan gebiedsontwikkelingen, waarbij zowel de bedrijfswereld, de publieke actoren, de verschillende overheden, als de civiele maatschappij, burgerbewegingen, bewonersgroepen en dergelijke samenwerken rond projecten. Men ziet bij dat transitiemanagement, waarbij wel duidelijk gestreefd wordt naar een meer robuuste toekomst, naar een duurzamer toekomst, inspireert men zich momenteel zeer sterk ook op modellen die uit de bedrijfswereld komen rond innovatie, rond het lanceren van nieuwe producten, waarbij je pioneers hebt en later early adapters en later een product volledig in een regimetoestand in een markt hebt geplaatst, betekent ook, dat gaat dan minder, misschien valt het wel samen met die prikkelingen die je moet limiteren in de tijd die in de vorige discussie is ontstaan, waarbij het idee van icoonprojecten, van voorbeeldprojecten, die dan vanuit de overheid ook wel meegestimuleerd worden, centraal staat als vertrekpunt voor innovatie. Zo'n kader bestaat nu en dus voor de binnenvaart toch ook wel belangrijk om daarop in te spelen. Er is een proces gestart om een nieuw beleidsplanruimte te gaan uitwerken.
In de vorige regeerperiode is er vooral aandacht geweest voor een aantal top-down initiatieven om transitieruimte aan te duiden, om stakeholdersanalyses te doen en dergelijke. Is er ook een groenboek geformuleerd. Sinds november van vorig jaar heeft de nieuwe minister Schouwvliegen een nieuwe fase eigenlijk ingeluid met een gebiedswerking, met veel meer bottom-up projecten die vanuit stakeholders zouden moeten georganiseerd worden. Dat is het linkse blokje dat u nu ziet, waar momenteel aan gewerkt wordt. En waar nu de komende maanden er een nieuwe periode komt waarin men ook naar die globale concepten gaat komen. Dus dat kader is er en het is of is in ontwikkeling en gaat zeker voor de nabije toekomst erg belangrijk worden om zich daarin in te passen. Wanneer we nu concreet kijken naar de waterwegen, naar wat, waar en kan men werken in samenwerking met ruimtelijke ontwikkeling. Er blijft natuurlijk het klassieke werk van bodembestemming, van rond die hoofdvaarwegen de nodige terreinen te gaan voorzien en juridisch mogelijk te maken. Dat zijn processen waar we heel veel geleerd hebben uit ENA, maar waar we dus nu in dat Europees perspectief veel verder zouden moeten gaan zien en eigenlijk gans dat toch wel heel dichte netwerk van in het trans-Europese netwerk aangeduide vaarwegen in Vlaanderen zouden kunnen gaan werken. En daar zijn al een aantal voorbeelden en oefeningen. Ik zal nu vanaf nu een aantal cases geven om de rest van het verhaal te illustreren. Denk aan de upgrading, de studie die daar gebeurd is rond het kanaal Charleroi door WNZ zelf, waarbij heel duidelijk gesteld wordt vanuit EU, er is daar een noodzaak om dat kanaal te gaan upgraden, maar waar je zou kunnen zeggen, ja, vanuit de ruimte is het daar niet eerder die strakke kaders in die ruimtelijke omgeving, die strakke kaders die daar bestaan. Hè. Denk aan hoe kom je tot betere gabarieten, nieuwe tracés en dergelijke, is niet eenvoudig. De uitdaging is daar eerder om binnen de bestaande ruimte of met misschien een heel klein beetje uitbreiding, enkele meters erbij, dus tot eigenlijk een heel technisch gezien een heel sterke upgrading van de vervoerswaarde van dat kanaal te komen. Het gaat ook om op die hoofdvaarwegen vooral de plekken te gaan zoeken waar je dynamiek, economische dynamiek kan gaan organiseren die dan in synergie gaat werken met de binnenvaart. En dus een schoolvoorbeeld daarvan is natuurlijk het eiland Zwijnaarden in Gent, ook dus weer op die hoofdvaarwegen gelegen en waarin dus projectontwikkeling ontstaat, waar samenwerkingen ontstaan, vooral dan misschien eerder tussen een stedelijke dienst, ruimtelijke ordening, maar waarin economische ontwikkelingsmaatschappijen, waarin de binnenvaartsector zelf, de WNZ, een belangrijke rol kan gaan spelen. Andere initiatieven liggen misschien op een iets ander vlak. Denk aan de terminal Wilsbeke, waar de POM West-Vlaanderen nu een trekkende rol in speelt. En waar het ook gaat over die platformen, maar misschien ook even goed zeker over shuttles, over het organiseren, het stimuleren van verbindingen. Naast die hoofdvaarwegen zijn er ook een aantal innovaties, strategische allianties die nieuwe niches kunnen aanboren. We zijn er hier in de discussie daar straks een heel aantal genoemd. Ik wil het vooral hebben over wat ruimtelijk relevant is. En dus de kleine vaarwegen zijn een aantal keren genoemd. Dus het watertruck-experiment bijvoorbeeld speelt daar. Voor mij blijft een strategische vraag daar hoe zo'n innovatieve transportconcepten, hoe daar die kunnen gekoppeld worden aan de ruimtelijke ontwikkeling. Het beeld zelf geeft u aan hoe kwetsbaar die ruimte is waarbinnen zich dit soort ontwikkelingen voordoet. Dus het zal een delicate oefening zijn om dit soort sterke, innovatieve concepten van het valoriseren van de binnenvaartwegen te koppelen aan ruimtelijke ontwikkeling. Want
Het moet gezegd, dus voor een groot deel is natuurlijk die omgeving van die vinnenvaartwegen, behalve op een aantal plekken toch wel in een heel kwetsbare ruimtelijke omgeving gesitueerd. Nu, ook daar weer zijn synergieën te vinden en is er heel wat ervaring reeds en heeft de binnenvaartsector of de infrastructuur eigenlijk een belangrijke rol gespeeld en kan dus een goed evenwicht gevonden worden tussen natuurontwikkeling, bescherming tegen overstroming en de binnenvaart zelf. Nieuwere niches die misschien iets minder gekend zijn. Er zijn er ook een aantal die ik niet ga noemen. Dus onder andere afval is daar straks genoemd. Daar heb ik nu geen plaatjes van. Maar het is toch wel, denk ik, ook erg belangrijk is de visietekst rond bouwmaterialen en delfstof. Waarbij eigenlijk de binnenvaart de linking pin kan zijn tussen die twee. En dus door heel goed te gaan zoeken naar plekken waar je die potenties om die delfstoffen te gaan winnen, het inschakelen van de binnenvaart, waar we echt tot wel synergieën kunnen komen en waar uiteraard is de ruimtelijke uitwerking heel belangrijk gaat worden en we vooral nu in een volgende fase zullen moeten gaan zoeken naar hoe kunnen we heel operationeel in een aantal potentiële gebieden tot die stappen overgaan. Een andere nieuwe niche, en ik heb spijtig genoeg geen beelden van de bierboot van Utrecht bij, maar wel van Parijs, een initiatief dat erg internationaal ook erg in de kijker loopt. Dat is het valoriseren van de Seine als overslagpunt, gekoppeld aan de zogenaamde last mile problematiek, die in het meest iconische voorbeeld, dan gekoppeld wordt aan cargo bikes. Tussen haakjes, er is een Europese studie die aangeeft dat de helft van het stedelijk vervoer kan opgevangen worden met cargo bikes, met elektrische fietsen of gewone fietsen. Dus de helft van wat er nu rondrijdt aan vrachtwagens zou kunnen vervangen worden in last mile situatie door fietsen, dus volgens een recente Europese studie. Dus in Parijs zijn er zo'n aantal initiatieven en die zijn erg business driven. Dus dat is ook het heel essentiëler. Er ontstaat een hele nieuwe stedelijke economie en initiatieven rond dit soort initiatieven. En de binnenvaart zou daar kunnen op inspelen. Belangrijk is dan al bijvoorbeeld om die kade te behouden. In Londen bijvoorbeeld is dit concept niet mogelijk, omdat er langs de Thames dit soort kades ontbreekt. Dus toch wel een belangrijk aandachtspunt naar die stedelijke logistiek. Dus haakjes, niet alles verloopt in Parijs natuurlijk met fietsen op dit moment. Maar dus, er zijn bijvoorbeeld ook supermarktketens die een gelijkaardig concept hebben, die dus hun voorraden laten aanvoeren langs de Seine met schepen en het dan overladen op bestelwagens of kleinere vrachtwagens om dan bij de supermarkten zelf te gaan bedienen. Een juist omgekeerd concept vinden we hier in Vlaanderen, in Gent van Stedelijke Logistiek, met het proefproject Distribouw van Langemunt, wat dacht ik vorig jaar, eind vorig jaar is afgesloten, waar dus eigenlijk de last mile is die we met de binnenvaart doen in die steden die nog wat Venetië zijn gebleven of terug Venetië aan het worden zijn, zoals Gent, waar men terug die binnenvaarwegen opengooit, kan je ook die last mile per schip doen en kan je dus overladen van goederen, bouwmaterialen van vrachtwagens op binnenvaart. Kan je het dus omgekeerd gaan doen. Dit alles maakt dat er een dit soort processen, dat je die, als je die succes wil laten hebben, dat het belangrijk is om die goed te regisseren. En de vraag is dan natuurlijk, wie neemt die regierol over in de vroegere fases, denk aan ENA, was dat heel sterk het ruimtelijk beleid, de administratie van ruimtelijke ordening. Ik denk dat er voldoende indicaties zijn dat dit in de volgende fases misschien minder kan en dat het daar bijvoorbeeld een hele uitdaging ligt voor de infrastructuurbeheerder zelf om dat initiatief te nemen, om die regie te gaan voeren. En men kan daar uiteraard heel sterk bogen op heel wat ervaring. Denk bijvoorbeeld ook weer hier aan dat project Eiland in Gent, waar dus een deel van de gronden in de markt gezet worden door WNZ.
maakt ook dat men naar planvorming toe dus een leidende rol kan gaan nemen. En dus denk daar bijvoorbeeld weer aan die scenario-studie Charleroi, waar het dus meer gaat dan om het echt uittekenen van een infrastructuur, het technisch mogelijk maken van een bepaalde verkeers- en vervoersbeweging, maar waar het dus echt gaat om een globaal ruimtelijk concept, een gebiedsregie die men moet gaan voelen. Uiteraard in samenwerking met betrokkenen, met partijen die daarbij belang hebben, zoals gesteld in een van de eerste dia's, dus zowel partijen uit de bedrijfswereld als uit de civiele maatschappij, als uit verschillende administraties. Dit vergt dus niet alleen een technische kunde en uiteraard is het van belang dat een infrastructuurbeheerder die technische know-how in huis houdt, maar het vergt ook heel wat skills die meer te maken hebben met procesregie, met procesgerichtheid, met management van processen. Betekent ook dat het niet alleen om economische projecten gaat, maar dat het werkelijk kan gaan om stadsprojecten. En ook daar kunnen we reeds een aantal icoonvoorbeelden tonen. Denk aan wat er in Wetteren gebeurt, waar die voetgangers- en fietsersbrug echt een totaal nieuw soort connectie zal gaan maken in die stad. En denk ook weer aan die voorbeelden van Kanaal Charleroi, de streek van Halle, waar dus ook gezocht wordt, maar er zijn tal van andere voorbeelden, denk ook bijvoorbeeld aan Kortrijk en dergelijke, waar men echt gaat zoeken naar een goede stedelijke inpassing. Dus dit waren de voorbeelden en ik heb hier mijn verhaal reeds afgerond.